zeker weten, Roeland. Ik zit hier in de studio met drie gasten deze ochtend. Dat zijn Irma Runnard en Sascha de Groot van Activiet. En hier naast mij zit Melinda Regeer van Stichting Wens die regeert. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, dat klinkt meteen goed, hè, met drie mensen tegelijk. We spreken jullie vandaag over het ontmoetingscentrum Zeildijk. Dat is vandaag, nou ja, ongeveer een maand geleden, heeft dat de eerste dag gehad. Is de opening geweest. Ontmoetingscentrum Zeildijk is het zestiende ontmoetingscentrum van Activiet. Dus in die zin zou je zeggen, nou, niet echt iets bijzonders. Maar het schijnt toch wel een heel bijzondere versie te zijn. En met name de aanloop, het initiatief, schijnt uit een bijzondere kant te komen. En daarvoor ga ik even jou aankijken, Melinda. Kun jij iets vertellen over hoe dit ontmoetingscentrum tot stand is gekomen? Ja, dat kan ik zeker. In december 2012 is Stichting Wens die regeert opgericht. Met als doel om hulpverlening te bieden aan mensen die tussen het wal qua financiële hulp vallen. En daarbij kan je denken bijvoorbeeld aan mensen die alle voorliggende voorzieningen al gebruikt hebben, maar toch nog nood hebben. Bijvoorbeeld iemand die in de schuldhulpverlening zit en de koelkast gaat kapot. Nou, mensen in de schuldhulpverlening mogen geen nieuwe schulden maken. Dus wat doe je dan als het hoogzomer is en de thermometer geeft 28 graden aan? Dan is er gewoon dus een koelkast nodig. Geld heb je niet. Bij allerlei instanties en gemeenten kan je ook niet meer terecht. Maar zonder die koelkast kan je ook niet. Nou, op dat moment kan er dus bij ons een aanvraag worden gedaan en dan verstrekken wij de koelkast. Niet in geld, want vaak staan de mensen al rood op de bank. Maar wij betalen rechtstreeks aan de leverancier die wij daarvoor hebben. Na een jaar of 4, 5 wilden we eigenlijk wat breder onze inzet doen in de Leidse regio. En er was op dat moment heel erg veel behoefte en heel veel eenzaamheid in de wijken. Dus toen ontstond het plan om te kijken of we ergens een buurtkamer konden opzetten. En daar zijn vele verkennende gesprekken voor geweest. Met burgemeester en wethouders, met projectontwikkelaars, met particulieren. Maar ik wilde dat heel graag in Leiden-Dorp hebben, omdat ik daar zelf mijn netwerk heb zitten. En ik het ook niet alleen kan natuurlijk. Maar dat was eigenlijk op niets uitgedraaid. Totdat we in 2021 de gelegenheid kregen om een prachtig mooi pand aan te kopen aan de Zeildijk. Wat wel dusdanig groot was. Dat we vonden dat we dat moesten splitsen. Een gedeelte privé en een gedeelte ten behoeve van het maatschappelijke, om maar even zo te zeggen. En dat hebben we gedaan. En ja, wat doe je dan ermee? De huiskamer was eigenlijk geen optie meer, omdat de Zeildijk veel te afgelegen ligt van de woonwijken in Leiden-Dorp. Dus mensen daar niet konden komen. Het heeft geen centrale ligging. Maar het uitzicht midden in de polder is zo fantastisch mooi dat we in eerste instantie gedacht hebben aan een hospice. Nu was er in Leiden-Dorp ook al een andere groep bezig met de aankopen en aanbouw van een hospice. Dat uiteindelijk in december 2021 dat bestuur besloten heeft om niet van ons aanbod gebruik te maken. Nou ja, wat dan wel? En toen kwam Activiet in beeld. Activiet ken ik ook. Ik ben zelf werkzaam in Leiderode. Vanuit de stichting heb ik ook regelmatig wat te maken met Activiet. Nou, stond bij mij goed bekend. Ik heb een warm hart voor Activiet, Leidendorpse organisatie. Ja, dan moet je elkaar helpen. Dus aangeklopt bij Activiet. En als je het hebt over wij, dan bedoel je eigenlijk de stichting Wens die regeert. Ja. En jullie hebben dus contact gehad met Activiet en gedacht van nou, die ruimte die wij beneden hebben, het gesplitste deel van het huis, onze woning, willen we graag beschikbaar stellen voor Activiet. Klopt. En waren jullie daar toen al bij betrokken, Irma en Sascha? Nee, op dat moment nog niet. Nee.
Nee, ik ben was pas, nog op bestuurlijk niveau. Ja, was ja. op bestuurlijk niveau. En nou ja, ik kwam pas eigenlijk nadat de vacature uitkwam. Ja, en toen jij dus op bestuurlijk niveau contact had, wat is er toen gebeurd? Heel enthousiast gereageerd. We zitten natuurlijk in een hele grijze golf van veroudering. Er zijn steeds meer en meer mensen die toch te maken krijgen, helaas, met dementie. Dus de noodzaak en de behoefte is alleen maar groeiende. Wachtlijsten bestaan er al om in de zorg, dus ook in deze. Dus ja, voor mij was het 1-1 optellen dat dit een ontmoetingscentrum moest worden. En dan ga je zo'n ontmoetingscentrum opzetten. Hoe ga je dat doen? Nou ja, we werken nu met een visie waarbij we eigenlijk heel belangrijk vinden dat het een hele luchtige en prettige, positieve sfeer is. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, staat op nummer 1 voor ons. Nou ja, en verder, het is wat Melinda al zegt, het is echt een prachtige locatie. Dus we hebben een vrij uitzicht, we hebben ruimte om te tuinieren. Dus ja, het geeft ruimte tot heel veel activiteiten en initiatieven van onze kant. Ja. De visie die we nu ook hebben is ook heel erg gericht op het samen doen van alles met de mensen. Om echt een beetje ook het huiskamergevoel te creëren. Mensen kunnen gewoon zichzelf zijn. Niks hoeft, bijna alles kan. Proberen ook heel veel in overleg met hun te doen. Samen hun dingen aan te bieden. Van wat om te kijken hoe ze daarop reageren, of ze het leuk vinden. En ja, zo zijn we al bezig, hè, met een soort droomtuin te creëren in ons hoofd. Ja. En ja, de uitwerking daarvan, ja, die moet natuurlijk nog plaatsvinden. Ja, want jullie zijn nu een maand open. Ja. En voordat jullie open gingen, hebben jullie dan speciaal ook mensen gezocht die speciaal behoefte hadden aan een plek in het groen? Of wordt er dan gewoon een wachtlijst afgewerkt? Hoe gaat dat? Nou ja, we hebben natuurlijk ook vanuit onze andere locaties in Leidendorp en Leiden, dus de Ommedijk en de Lepelaar, nou, daar ook contact mee gehad. En er waren ook mensen die interesse hadden. En verder hebben we veel contact met case managers en andere partijen, zeg maar, in de omgeving die ons ook mensen kunnen aanbevelen. En die mensen komen dan gewoon bij ons kijken. Even op de koffie. Even de sfeer proeven eigenlijk. Ja, hoe is het bij ons? Nou ja, en dan als er echt mensen enthousiast zijn. Nou, dan zijn ze ontzettend welkom natuurlijk om bij ons te zijn. Ja, en zijn jullie maand geleden zijn jullie begonnen? Ja. Er is de opening geweest. Hoe groot is dan de groep die er bij opening aanwezig was? Nou, we zijn nu 3 dagen open, dus op maandag, woensdag en vrijdag. Nou, en elke dag zitten we nu ongeveer op 7, 8 mensen. Dus er is nog wel ruimte voor meer. Ja. Dat is leuk om te horen. Maar de vraag die bij mij dan opkomt van hoe kom je daar? Want je bent oud, je bent wat slechter te been, denk ik dan. Misschien inderdaad af en toe wat vergeetachtiger. Ja. En jullie zitten midden in het groen. Dus dan denk ik van, ja, ik ken het niet helemaal. Ik ben er nog niet geweest. Maar dan moet je daar gebracht worden. Ja. Ja, vanuit Activiet wordt dan het vervoer geregeld. Dus dan kunnen mensen met de taxi worden opgehaald. En, met gewoon een taxi, dan word je gewoon thuis en dan elke dag netjes geregeld. Ja, en sommige mensen komen op eigen gelegenheid of dat de partner hun weg brengt. Het is misschien goed om te zeggen dat dit inderdaad allemaal nog gasten zijn die komen. Die nog zelfstandig wonen, met of zonder partner. Ja. Maar wel al geïndiceerd zijn met de diagnose dementie. Alleen, je bent niet van de een op de andere dag natuurlijk van milde dementie naar heel ernstig dement. Er zit nog een heel traject tussen. Maar je moet dus wel de indicatie al hebben gekregen. En wat met name zo fijn is van het ontmoetingscentrum, is dat de mantelzorgers, de partners, eventjes een dagje vrij hebben, soms 2 dagjes vrij hebben. Die worden echt even ontlast. Want dit zijn wel mensen die 24/7 zorg nodig hebben en aandacht nodig hebben. Dus als de partner het niet kan volhouden, dan kan de patiënt, om het maar even zo te zeggen, ook niet zelfstandig blijven wonen met zijn of haar partner. Mm-hmm. Dus het is echt ter ontlasting ook van de partner / mantelzorger. Daar zou ik graag straks meer over willen hebben. Maar ik ben eigenlijk nog benieuwd, zeg maar, ik ben dan dementerend. Nou, zelf nog niet, maar misschien over een aantal jaartjes gaat me dat ook overkomen. Het kan iedereen overkomen. Je vergeet af en toe lichtjes dingen.
En dan gaat mijn omgeving zeggen tegen mij van Roel, het wordt tijd dat je naar een ontmoetingscentrum gaat. Of je schudt al je hoofd, zo gaat het niet. Hoe gaat het in zijn werk? Heel vaak is het ontmoetingscentrum zelfs nog heel onbekend bij familie en partner. Maar vaak lopen mensen in de thuissituatie al tegen van alles en nog wat aan. En dan wordt in eerste instantie toch de stap naar de huisarts gemaakt. En de huisarts die gaat dan het proces in werking stellen. En dan komt er ook een case manager dementie thuis bij de persoon. En wordt er ook gekeken hoe de situatie is. En de graad waarin iemand dement is. En wat daar voor nodig is. Wat die persoon nodig heeft. En soms is dat dus heel weinig. En heel weinig is dan eigenlijk gewoon een hele gezellige dag in het ontmoetingscentrum om de partner te ontlasten. Maar soms heeft de partner alle ballen in de lucht weten te houden ten koste van zichzelf. En kan het niet meer langer en moet iemand naar een verpleeghuis. Maar dan ben je inderdaad al een stap verder. Dan ben je een stap verder, ja. Dan ben je inderdaad een stap verder. Maar je bent dus thuis als dementerende en er wordt dan tegen je gezegd van nou, er komt een taxi vanochtend om naar een ontmoetingscentrum te gaan. Je stapt dan binnen. Hoe stap je zo'n ontmoetingscentrum binnen? Wat gebeurt er? Nou, ik denk dat er nog eerst een stapje voor is. We hebben vaak ook al contact telefonisch met mensen. Soms gaan we ook zelfs even op huisbezoek. En wat wij eigenlijk adviseren is dat de mantelzorger eerst even zelf komt kijken. Gewoon om de sfeer te proeven en te kijken van hoe wij het aanpakken. Omdat we merken dat als we die mantelzorger heel enthousiast kunnen krijgen, als zij zien hoe het bij ons gaat, dat het voor hun ook makkelijker is om dat over te brengen aan hun partner. En dan adviseren we om eerst dan daarna samen te komen. En we nemen de deelnemer meteen zeg maar op in de groep. En het leuke is vaak dat de groep zelf ook al meteen nieuwsgierig wordt naar degene die nieuw is gekomen. En geeft ook meteen de gelegenheid dat diegene zichzelf kan voorstellen. Of dat de groep zich in eerste instantie voorstelt. Want het is natuurlijk ook een beetje eng als je voor het eerst komt. En de partner kan daar gewoon bij blijven. En dan is het een beetje aftasten van hoe gaat dat? Voelt die deelnemer zich meteen op zijn gemak? Dan verdwijnt soms de partner al na de koffie om zelf op te laden. En soms blijven ze gewoon een hele dag. En pas daarna gaan we kijken van hoe is het ervaren? En hebben ze het nou in zin en willen ze blijven komen? Dat hopen we natuurlijk, dat ze zo enthousiast zijn geworden door de wijze waarop wij het doen, dat ze blijven komen. Merk je dan ook, mensen zijn dan lang thuis geweest bij een partner, dat ze ook gewoon de behoefte hebben om een verhaal kwijt te kunnen? Want je hebt inderdaad ook van, mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar, maar ze willen dan ook, denk ik, hun verhaal kwijt. Klopt dat? De partner? Enerzijds de partner, maar ook de deelnemers die daar komen. Ja, sommigen vertellen ook wel over waar ze tegenaan lopen. Wat het voor hun betekent om geheugenproblematiek te hebben. Wij praten zelf op de club over een haperend brein. Dat vinden we iets prettiger klinken. Maar het heeft niet... Het is niet het hoofdthema. Natuurlijk, als mensen erover willen praten, dan luisteren we en adviseren we. Maar wat we vooral zeggen is, wees gewoon jezelf. Je kan hier jezelf zijn. En ons motto is ook, het vergeten gaat steeds beter. Want het gaat om zingeving. Het gaat om mensen een leuke dag bezorgen. Het gaat om mensen het gevoel te laten geven dat ze waardevol zijn, dat ze talenten hebben. En we gaan op zoek naar die talenten. En dat is voor ons ook een zoektocht. Ja, zeker. En de ene keer is dat verrassend leuk. En dan zien we dat iemand die verbaal heel weinig nog aan kan geven, maar gewoon motorisch zo sterk is, van de week een heel kastje in elkaar heeft gezet. Waar we nu zaadjes in hebben uitgezaaid. En
ja, dat is dan voor ons ook een hele leuke ontwikkeling om te zien dat iemand dat nog kan. En daar lol en schik in heeft. En we hebben iemand die nog heel goed kan schilderen. Dus we zijn ook bezig met ideeën van ja, hoe kunnen we daar nog verder mee aan de gang gaan? Wat kunnen we allemaal nog maken daar? Want mensen kunnen nog verrassend veel. Ja, en jullie sluiten dus echt aan bij wat iemand zelf kan en zelf wil. Ja, ja. En zorgen met elkaar voor een positieve sfeer. Ja, dan krijgen ze echt het gevoel dat ze nog van waarde zijn. Er is al vaak veel negativiteit rondom hun problematiek. En dat proberen we bij ons zoveel mogelijk achterwege te laten. Juist te kijken naar de dingen die ze nog wel kunnen. En daarin hun een goed gevoel te geven. En merk je dan ook dat mensen zin hebben om naar jullie toe te gaan? Ja, vaak wel. Vaak is de drempel in het begin nog, is die er, hè? Die is vrij hoog. Dus er is eerst een gewenningsproces. Maar zodra mensen een paar keer geweest zijn, merk je eigenlijk al vrij snel van, ze zijn echt wel op hun plek. Dat je dan ook van het thuisfront hoort van ze hebben zin om weer te komen. Zullen we eerst eventjes nog een nummertje doen voordat we verder gaan praten? Dan gaan we nu even luisteren naar It Doesn't Have to Be van Blow Monkeys. Nou, nog steeds te gast is hier ontmoetingscentrum Zeildijk. Zeg ik het goed? Zondagochtend, dus ik wil me af en toe nog wel eens vergissen. Ja. Maar we hadden net al gehad, even in de pauze, dat we ons vergist hadden in één dingetje. Het gaat niet alleen maar over demente ouderen. Nee, het gaat ook om kwetsbare ouderen. Mensen die door hun lichamelijke problematiek vereenzamen. Daardoor hun wereld heel klein wordt. Die zijn ook gewoon welkom. Die indicatie verloopt dan veelal via de WMO. Dus er wordt dan een aanvraag via de WMO gedaan. En dan komt daar een sociaal werker bij de mensen thuis voor een intakegesprek. En dan gaat het vaak in combinatie met regiotaxi dat mensen bij ons dan kunnen komen. Ja. Oké, dus dat is een gemeende groep wordt het dan eigenlijk, hè? Ja. Jullie zeiden net van er zijn 8 plaatsen nu bezet. Dus er is nog ruimte voor meer, hoorde ik jou zeggen, Irme. Klopt, ja. Hoe groot zou zo'n groep ongeveer kunnen zijn? We gaan er richting de 12 en 14. Okay. Dus er is nog voldoende ruimte, ja. Dan wilde ik eigenlijk weten, zo'n groep, die zijn allemaal op elkaar ingesteld. Die doen dingen samen en die doen dingen apart. Hebben jullie een soort van programma op zo'n dag? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, we hebben eigenlijk wel, er zijn de vaste onderdelen natuurlijk. Als je komt binnen, we gaan lekker aan de koffie. Er is lunch en er zijn andere momenten op de dag die wat vast zijn. Maar verder proberen we eigenlijk dat zoveel mogelijk los te laten om ruimte te maken voor hetgeen wat eigenlijk ter tafel komt. Soms kom je ineens in een ontzettend mooi gesprek. En het is juist mooi dat je daarop op verder kan borduren. Of iemand benoemt wat hij heel erg leuk vond en je denkt, nou kom, dat gaan we doen. Ja. We gaan lekker. Hè? We hebben meestal wel een plan, maar we proberen dat niet als een vast plan te zien, maar het eigenlijk te doen met wat de dag ons brengt. Een beetje houvast achter de hand hebben. Ik ben een beetje bekend in Leiden met de sociale kaart. Ik ben niet echt bekend in Leiden-Dorp met de sociale kaart. Wat is de plaats van dit ontmoetingscentrum binnen de sociale kaart van Leiden-Dorp? Wat is er al en hoe onderscheiden jullie ten opzichte van het aanbod wat er al is? Ik denk dat het mooiste voor nu is dat wij juist op een plek zitten met echt in het groen. Waar we eerder al zeiden, zijn er meerdere locaties ook van Activiet natuurlijk. Je had het over eentje in Leiden-Dorp al, eentje in Leiden. Ja, klopt. De Ommerdijk in Leiden-Dorp en de Lepelaar in Leiden. En we zijn ook niet elkaars concurrenten, maar we kunnen elkaar juist heel mooi aanvullen door te kijken naar waar hebben mensen behoefte aan. Want niet iedereen heeft behoefte aan een plek in het groen. Maar vind het juist fijn. De Ommerdijk ligt bijvoorbeeld bij een winkelcentrum, Winkelhof in de buurt. Nou, dat kan natuurlijk ook heel fijn zijn voor mensen. Of dat daardoor mensen zelfstandig er naartoe kunnen gaan. Dus zo proberen we elkaar juist aan te vullen eigenlijk. Ja. Je had net zeg maar met de huisarts dat die vaak oppert van het wordt misschien tijd voor een ontmoetingscentrum. Maar de indicaties in Leiden-Dorp worden volgens mij gesteld door Inclusio, het wijkteam van Inclusio. Ja. En dan gaat ook denk ik de wijkteam van Inclusio kijken van in eerste instantie, hè, als je aanklopt daar van oké, het aanbod van jullie is er eentje of
misschien dat mensen al van tevoren kunnen aangeven van dat ze al weten, zeg maar, dat jullie bestaan. En dan tegen Inclusio kunnen zeggen van ja, maar we willen daar naartoe. Is dat een mogelijkheid? Ja, dat ja, is die mogelijkheid. Mogelijkheid ja. Is er. Ja, zeker. Oké, helder. Ja. Ja. Ja, want jullie hebben nog plekken open, dus dat is mogelijk. We hebben het net eigenlijk gehad over naast en familie, die dus ook de mantelzorger heeft ruimte en lucht nodig. Dat ook vaak een reden is waarom iemand dan uiteindelijk naar een ontmoetingscentrum toe gaat. Maar ik hoorde jou ook net zeggen van ze kunnen er ook bij zijn, bij blijven. Hoe zien jullie die rol van die naaste in jullie ontmoetingscentrum? Dat hangt helemaal af van wat die mantelzorger zelf zou willen. Als die mantelzorger het fijn zou vinden om daar een hele dag te willen zijn, dan zou iemand bijna een soort vrijwilligersrol kunnen gaan vervullen. Wat we tot nu toe merken is dat mensen het vaak gewoon heel fijn vinden om even wat tijd voor zichzelf te hebben. En dan blijven ze vaak de eerste keer erbij met de koffie. En soms ook nog wel met de lunch. En dan gaan ze vaak iets voor hunzelf doen. Ja. Ja, dus het is echt wel de rol van wat we noemen respijtzorg. Dus jullie zorgen en de mantelzorgers en de naasten hebben even tijd om op adem te komen. Ja. Ze zijn wel heel belangrijk voor ons, want ze kunnen natuurlijk ook het verhaal achter de persoon heel goed vertellen aan ons, wat ons weer inspiratie of ideeën geeft om activiteiten te ondernemen met de deelnemer in kwestie. Ze zijn natuurlijk altijd welkom inderdaad bij ons. Dus ze hebben een hele belangrijke rol, maar ze vinden het inderdaad ook prettig om even juist ontlast te worden. Ja, hoe houden jullie dan contact met deze mensen? Want de bezoekers worden vaak met de taxi gebracht. Hoe houden jullie dan dat contact? We hebben een elektronisch cliëntendossier. Daar rapporteren we sowieso in wat we die dag gedaan hebben. Zodat ook de mantelzorg dan weet wat er gebeurt. We zijn bezig om een soort WhatsApp-groep te creëren. Voor mantelzorgers die daar behoefte aan hebben. En waar we eventueel ook met toestemming wat beeldmateriaal, zodat we wat foto's maken, die we dan alleen aan de besloten groep van mensen die daar interesse in hebben. En we hebben natuurlijk telefonisch contact en soms ook gewoon fysiek als ze mensen brengen of halen. Of even komen buurten of het wat voor hun partner is. Want ook dat, iedereen is welkom. Kom vooral lekker langs om te kijken of het iets voor je partner is. En de koffie staat bruin bij ons. Je kunt gewoon langskomen bij jullie. Ja. Niet van tevoren een afspraak te maken of liever wel? Ja, het is altijd fijn als we het iets van tevoren weten. Maar het moet niet een belemmering zijn als mensen toevallig langskomen of in de buurt zijn. En de drempel daardoor lager is, is dat ook helemaal prima. Ik vind het heel fijn als het een beetje dynamisch gebeuren van aanloop. Het is mooi om te horen. Iedereen is dus welkom om gewoon eventjes te komen te kijken. Eventjes aan te bellen bij wijze van spreken. En gewoon even een kopje koffie mee te drinken. Om gewoon eventjes de sfeer te proeven. Ja, absoluut. Heel mooi. En met hoeveel beroepskrachten zijn jullie dan op zo'n dag aanwezig? Met z'n tweeën. Met z'n tweeën. En dan als je dan 8, straks 12 bezoekers hebt. En er komen allerlei mensen langs. Dan is dat best een drukke dag, denk ik zo. Ja, we hopen ook vrijwilligers zeker te vinden. Ja, we zijn op zoek naar mensen die iets hebben met mensen met het haperend brein. En ook iets willen betekenen voor deze mensen. Het makkelijk vinden om contact te maken. We zoeken mensen met groene vingers. We zoeken mensen die het leuk vinden in de keuken iets te bakken, mee te helpen met het maken van de soep. We zoeken een troubadour met gitaar, zang en dans. En met name dan ook echt met muziek dat contact creëert. Mocht je je geroepen voelen, laat het ons weten. Zeker. Want jullie hebben nu nog helemaal geen vrijwilligers of 1 of 2 of hoe is het nu? Nou, dat is echt in de opstartende fase nog maar net open. Dus we zijn echt wel zoekende naar leuke mensen.
Dat klinkt als een hele mooie aanmoediging. Ik zou inderdaad zeggen van, als je gewoon interesse hebt, bel gewoon aan, loop eventjes binnen, praat eventjes met mensen en drink gewoon gezellig een kopje koffie mee en kijk inderdaad of wat voor je is. Exact, ja. Onwijs bedankt. We moeten door met het rest van het programma. We hebben straks nog in het LUC te gast. In ieder geval audio opgenomen. En we zijn Marianne en ik, Roland, zijn nog langs het Alzheimer Café geweest. En dan gaan we straks ook nog even iets over horen. Maar nu nog gaan we even verder met een nummertje.